De scheurvorming in het beton van de verdiepte ligging van de ringweg gaat niet zorgen voor vertragingen. Dat zegt Bert Kramer van bouwcombinatie Herenpoort. De verdiepte ligging is het deel van de weg waar de ringweg 1100 meter lang ondergronds gaat. De scheurvorming kwam afgelopen zomer aan het licht na een keuring van dit deel van de ringweg en werd gemeld in een tussenrapportage over de voortgang van het project. Vorig jaar hebben we dat, toen we zijn begonnen met het bouw, hebben we dat gezien. Daar hebben we dus een oplossing voor bedacht. Dat betekent dat we het gaan injecteren en daar gaan we de komende maand mee aan de slag. Dus nee, dat zal geen vertraging voor de bouw opleveren. Het zijn oppervlaktescheuren, het zijn droogtescheuren als het ware. Dus het is niet zo dat je tunnelbak lek is, dat is zeker niet het geval. Maar je wilt natuurlijk die scheuren, hè, als in het contract staat dat je dat niet mag hebben, nou, dan moet je dat gewoon repareren. Dus dat doen wij de komende tijd. Op bouwtechnisch en planmatig gebied zijn er de nodige uitdagingen die de oplevering van de weg kunnen vertragen. Wat is het aan de hand op dit moment? Dat is dat wij zoveel afzettingen hebben waar heel veel mensen niet alles merken zijn. Want heel veel gebeurt ook s'nachts of op momenten dat het luw is. Maar het zit eigenlijk wel vol aan afsluitingen. Dus we hebben niet veel ruimte meer om nog extra afsluitingen te kunnen plaatsen in die periode. Dus als je dan een kink in de kabel krijgt, ja, dan zullen we toch moeten kijken, kunnen we dat meenemen in een andere afzetting? En lukt dat niet? Ja. En dan, hè, dus dan moeten we weer creatief gaan nadenken van welke oplossing hebben we dan toch om toch die datum te kunnen halen. Want voor ons is die datum wel heel erg heilig. Nog minstens 19 maanden zal de automobilist vertraging ondervinden door de werkzaamheden. Volgende week is het bijvoorbeeld weer raak op het westelijk deel van de ring. Komende week gaan we dus de afsluiting die we hebben in West op de N7. We hebben nu een rijstrookverschuiving vanaf het Laankoppers en Hoorn richting Hoogkerk. Die gaat de komende tijd omklappen. Want we hebben nu de Noordbaan die hebben we gereed gemaakt. En de komende periode gaan we naar de Zuidbaan toe. Dus daar zullen mensen het straks gaan merken. Die mensen die straks vanuit Drachten richting Groningen rijden, die zullen merken dat we daar dus een verschuivend hele systeem hebben. En dat zal toch wel voor de meeste mensen zullen daar wel iets van gaan merken.